Zoals jullie weten is mijn vlog vaak wel vrolijk en leuk en gek doen. Maar het is ook niet altijd even vrolijk en leuk en gek doen. Want als je goed kijkt, ik ben op het kerkhof. Ik ben hier om afscheid te nemen van mevrouw Meringa. Dat is een hele lieve vrouw. Ze heeft al heel wat jaartjes naast me gezeten in de kerk. En nu zijn we hier dan, zelf eraf, om afscheid van haar te nemen. Ik zie het mensje nog lopen op de Kapteinlaan. Want lopen, dat deed ze. Iedere zondag weer. Dat wist ze wel hoe dat moest. Een doorzetter, zo ken ik haar. Die goed was voor iedereen om haar heen. Ja, zo steekt het leven in elkaar. Het leven is nou eenmaal eindig. Mama, dat hebben we met u ook gezien en beleefd. U had hier ook kunnen liggen. Ik weet dat meerdere van de familieleden graag zo hadden gezien. Hier had u zeker ook mooi gelegen. Dit hele mooie park. Maar persoonlijk vind ik het op Hoogkerk toch stiekem wel net wat mooier. Mama, verwelkom mevrouw Meringa daarboven. En mevrouw Meringa, zoals ik hier ook naast u zat, wil ik eigenlijk daar ook naast u zitten. Om samen te dansen ook, dat mag u ook graag doen. Bij het wegfietsen, zo bij het uitrijden, nodig ik jullie uit om ook bij de volgende vlog weer aanwezig te zijn. Ze zullen niet allemaal zo sober als dit zijn. Sterker nog, ze zullen zelfs ook gek zijn. En als je terugkijkt naar al die andere vlogs, zie je dat en weet je dat. En als je mij kent, weet je ook hoe ik ben. Eigenlijk zijn al mijn vlogs zoals dit mooie bord wat ik tegenkom. Waar ik mij afsluit. Tot de volgende.